Dit wordt echt levelen. We moeten zo via deze pallets het water overbruggen. We zijn er nog steeds niet hoor, check het. We gaan nu helemaal naar onder toe. Een aantal trappen. We staan tegen 8. Wat? We zijn nu dus onderweg naar het tweede fort van vandaag. En dat is het fort waar we waarschijnlijk zouden uitkomen als we die tunnel waren uitgelopen bij dit avontuur. 6 video's. 2 dagen in Frankrijk, België en Nederland. Verlaten ziekenhuizen, verlaten kastelen en een ondergronds nazifort van zo'n 40 meter diep. Jullie bepalen hoe snel de video's online komen. Bij 10.000 likes op deze video komt direct de volgende video online. Mijn naam is Govert Zweep, a.k.a. Eva Eltax. Ik ben 20 jaar oud en ik neem jullie mee in al mijn avonturen. Januari 2017, zo'n 1,5 jaar geleden. Samen met een aantal vrienden bezocht ik een verlaten ondergronds nazifort midden in de Ardennen. Dit ondergronds verdedigingscomplex werd door de Duitsers in de Eerste en Tweede Wereldoorlog gebruikt. Het fort is erg groot en staat bekend om de gangen die zo'n 40 tot 60 meter diep onder de grond lopen. Toen ik 1,5 jaar geleden hierin ging, is één van mijn vrienden oud gegaan. Later moest hij door naar het ziekenhuis. Het gebrek aan zuurstof en de beschimmelde vochtige gangen waren te gevaarlijk, waardoor we een bepaalde gang niet konden aflopen. Deze gang was zo lang en liep waarschijnlijk door naar een andere geheime nazi-locatie midden in de Ardennen, die misschien zelfs nog niet eens ontdekt was. En daarom zijn we vandaag terug op deze locatie om deze gang alsnog af te lopen. Dit wordt echt levelen. We moeten zo via deze pallets het water overbruggen. Oké. Holy shit, en het is echt best wel diep water zoals jullie daar zien. Daar wil je niet eindstappen met je voet. Oké. We moeten nu hierin. En check eens. Dit is godverdomme die gang naar onder toe. Oh, ik krijg echt de kriebels weer. Ik stond heel even stil te staren naar deze opening. De deur naar een tunnel waar een van mijn vrienden vorig jaar oud in is gegaan. Op dit moment had ik 1,5 jaar lang gewacht. Okay. En nu gingen we er dan eindelijk in. We gaan naar beneden toe. We gaan dieper en dieper dit fort in. En we zijn er nog steeds niet hoor, check het. We gaan nu helemaal naar onder toe. Een aantal trappen. En daarachter is een hele lange gang. Eindelijk kon ik erachter gaan komen waar deze tunnel naartoe ging. Ik denk dat er grondwater is of zo. Er zit daar een lek of zo. Grondwater? Ja. Een lek, maar als er een lek zit hier, kan het toch ook gaan instorten? Kan. Want dan is het fundament zeg maar al beschadigd. Ja, want als er van zand binnenkomt, dan denk ik, ach, stort het in. Dus ik denk dat we best... Misschien moeten we ook even wat zachter praten, want die trillingen van onze stem die kunnen ook veel doen nu. Ja, klopt ook, maar ik... Ja, weet je, het is, we gaan het gewoon zien of het instort of niet. Ik voel nu al dat de lucht hier al heel weer anders is dan de verdieping hierboven. Dus ik ga mijn mond alvast beschermen en even door mijn neus ademen. Nu zullen jullie denken, je kan toch niet door je neus ademen? Want een tijd geleden kon ik dat voor 3 jaar lang niet. Maar ik heb laatst een neusoperatie gehad, omdat ik dus niet kon ademen. En mijn tussenschot is een beetje rechtzet. Ik kan eigenlijk nog steeds niet heel goed ademen, maar het is wel iets beter geworden. Dus met dat beetje neem ik al genoegen, want door mijn mond ademen is hier echt een no-go. Want dan gaan die giftige stoffen direct je longen en je lijf in. En ik check deze schimmel hier aan de zijkanten. Dit ademen we dus nu allemaal op dit moment in, hè. Nou, lekker dan. Oh, kijk. Kijk, hier rechts is dus zo'n tunnel die we net eens van boven zagen. En als je hier naar boven toe kijkt, check eens, daar stonden we dus net. Hallo? Hoor je dat? Gast, waarschijnlijk deze tunnel gaat volgens mij naar Turkije of zo. Naar Turkije of zo, inderdaad. Hallo. Gast, dit ging zeker 8 seconden door. Hè. Weet je hoe lang dat is? Nog een keer proberen, let op. Hey! We moeten wel uitkijken, want stel dat dit geluid ergens naar een put die boven uitkomt. Ja. En dan hoort iemand van, hey, en dan denkt iemand misschien dat we helpgroep of zo gaan noemen. Ja, dat klopt, maar dat is wel handig. Nee, dat is een naam. Stel dat er straks politie en ambulance zo hierheen komt. En een reddingsploeg.
Misschien moeten we dat maar even niet meer doen. Nee, dat klopt. Maar los daarvan, jullie hebben nu dus wel gezien hoe ontiegelijk diep het is. Ik begin weer echt moeite te krijgen om te ademen. Ik krijg nu al last aan mijn borst. Maar het loopt heel schuin naar beneden. Check eens. Holy shit. Het staat hier een 8. Wat? We konden niet langer in deze tunnel blijven. We hoorden beide meerdere malen geluiden die zeker weten van een mens kwamen. Als er serieus op dit moment een man bij ons in deze tunnel zat, moesten we nu zo snel mogelijk deze tunnel verlaten. Fuck. We zijn weer veilig buiten. Fuck joh. Ik zweer, dit fort is echt niet goed. Ik heb helemaal kippenvel over mijn hele fucking lichaam. Ik sta compleet te trillen. Dit is oprecht echt fucking eng. Ik ben ook echt compleet duizelig gewoon nu ik opeens hier zo sta. Volgens mij heb ik nu in één keer heel veel zuurstof hier en ik merk echt dat verschil. Ik word er helemaal gewoon duizelig van. We hoorden fucking 1000000% dat er iemand was. Dit was geen schoenzool van jou wat we hoorden. Dit was geen druppel water wat we hoorden. Dit was oprecht gewoon iemand. Ik zweer het, je hoorde hem 3 keer in een minuut achter elkaar geluid maakt. Het was gewoon een mannenstem. Ik hoorde het serieus. Ik zweer het je, ik ga niet meer naar binnen. Ik ga niet meer die tunnel aflopen. Ook al ga ik ooit met een team van 100 mensen met zuurstofflessen, hier ga ik nooit meer naar terug. We staan dus nu even voor de hoofdingang van dit fort. En daarboven hangt zo'n bordje met Domain Military Access Interdict. Het is dus militair terrein en je mag hier niet inkomen. En op dat bord zitten lijpe kogelgaten. Maar echt volgens mij niet van zomaar van een handgeweertje, toch? Nee, dat zijn best flinke gaten. Dit zijn flinke gaten. Maar dat bord hangt er misschien net 10, 20, 30 jaar. En in die tussentijd is er dus gewoon nog keihard ingeschoten. Maar alsnog waren we nog lang niet klaar met deze tunnel. Ik moet en zal erachter komen waar deze tunnel naartoe leidt. Door na te gaan hoe we onder de grond hadden gelopen, wisten we ongeveer welke richting de tunnel heen ging. En op basis van onze echo schatten we in hoe lang deze tunnel ongeveer zou doorlopen. Met een richting en een afstand begonnen we op Google Maps gaan zoeken. En rond de plek waar we op uitkwamen vonden we een ander fort. Een fort die in hetzelfde jaar is aangelegd en die bij hetzelfde plan hoorde. We hadden net ongeveer gekeken hoe we daar aan het lopen waren. En die tunnel gaat waarschijnlijk helemaal daarachter die kant op. Echt kilometers ver. En waarschijnlijk komt het uit in een heel ander fort. Ik ook graag. Gewoon nog in een fort in de Ardennen. Gewoon een ander fort. En waarom zo diep? Dat is ook een vraag. Ja, het is een vluchtroute naar een ander fort, denk ik, man. Om twee forten te verbinden. We zijn nu dus onderweg naar het tweede fort van vandaag. En dat is het fort waar we waarschijnlijk zouden uitkomen als we die tunnel waren uitgelopen bij dit avontuur. Ik vind het fucking vet dat we dit hebben kunnen uitvogelen. We hebben echt zieke research gedaan. En het is echt gewoon precies die positie van die kant waar die tunnel op gaat. Het klopt ook gewoon met de afstand van de kilometers. Dus daar gaan we nu heen. We moeten ongeveer zo'n 7 minuutjes rijden en dan zijn we er al.
Ik ben heel benieuwd. Ik laat een klein stukje van de omgeving zien. Jullie zien het, we zijn in de Ardennen. Maar meer ga ik niet laten zijn, want niemand moet dit gaan nadoen. Jullie moeten niet naar deze locatie toe gaan. Het is hier veel te gevaarlijk. Er hangen veel te veel gevaarlijke stoffen. Er is weinig zuurstof, enzovoort, enzovoort. Dus doe dit ook alsjeblieft niet na. Zo, vriend. Dit is een groot bos, hoor. Ja, dat wordt zoeken. Dat wordt echt heel goed zoeken naar dat fort. Dit fort vinden wordt waarschijnlijk wat lastiger dan het vorige fort. Dit fort ligt namelijk midden in een enorm, maar dan ook echt enorm groot bos. Dit had ik niet zien aankomen, dus waarschijnlijk wordt het nog een flinke zoektocht. Maar dat maakt het ook wel een stuk leuker nog. Kijk, daar gaat een paardje al naar links, zag ik. We zitten op dit moment ook zo'n 8 kilometer van het vorige fort vandaan. En die ligt achter ons, dus het kan heel erg goed dat hieronder dus die tunnel gewoon nog steeds loopt. Waar we dus eigenlijk gewoon net hadden kunnen lopen, maar dat was gewoon veel te gestoord. Dat is het, hè, daar in de verte. Fucking nice, we hebben het eindelijk gevonden. Yes. Alleen ik zie er wel een heks voor staan, man. Shit. Zo, oké. We lopen hier nu al een heel stuk naar beneden en nu zien we de ingang van het fort. Alleen dit is nog een soort van grote poort. Net als bij het vorige fort staat er 1888 links en rechts. Doordat de ingangen van de twee forten bijna identiek aan elkaar waren, was ik nu vrijwel zeker dat de tunnel waar we in liepen deze twee forten met elkaar verbond. Hier zo was vroeger ook een ingang, alleen dit is helemaal dichtgemetseld. Maar jullie kunnen zelf wel zien dat die muren daar zo super hoog zijn en dat het misschien wel heel lastig wordt om vanuit die kant erin te komen. Het fort was onder de grond gebouwd en de muren waren helaas te stijl om erin te gaan. Yo, check eens. We zijn helemaal het fort rondgelopen. En kijk eens hoe diep het is. We staan hier dus boven, dus ongeveer zo'n 10 meter diep. En we zien daaronder zo'n deur openstaan. Maar de vraag is, hoe komen we vanaf hier naar beneden? En hoe komen we dan weer terug? Oké, what's up mensen? Helaas konden we dus niet verder in dit fort. Het was helaas te diep om naar beneden te komen. En stel dat we beneden zouden komen met een gebroken been, dus noods, zouden we ook niet meer naar boven kunnen komen. We konden ook niet via de poort, want die was dicht. Dus helaas konden we er voor nu niet achter komen of die tunnel ook daadwerkelijk bij dit fort uitkwam. Maar ik beloof jullie dat ik er sowieso een keertje terug ga met gewoon echt goed werktuig. Met van die touwen en shit, dat ik gewoon naar beneden kan gaan. In ieder geval, vonden jullie dit avontuur weer nice? Gooi dan sowieso even die like omhoog. Laat even in de reacties weten waar ik de volgende keer heen moet. Heb je nog een vette plek? Heb je een idee voor een vet avontuur? Moet ik gaan overleven ergens of whatever? Laat het even weten hieronder in de reacties. En als jij nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal, doe dat nou meteen. Hieronder is een rode knop met abonneren. Want elke woensdag en zondag, 2 keer per week, upload ik een video waarbij ik een avontuur beleef ergens in de wereld. Dit was voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot het volgende avontuur. Later.